Welkom bij How To deel 3. Hoe maak ik een LED-core leader? Als eerste neem ik van PB Products Downforce. Dit is een leader met een wat soepelere buitenmantel en een loodkern aan de binnenkant. In principe kan je de leader zo lang maken als je zelf wil. Het liefst vis ik met een 60 cm lange leader. Dus dat is 2 maal deze lengte. Wat verstandig is om te doen, is één kant van de leader een klein knikje geven. Waarom? Dan kan de loodkern nooit teruggetrokken worden aan de andere kant. Hier schuif je langzaamaan het soepele gedeelte iets naar buiten, kan de loodkern vastpakken en zo kan je heel simpel de kern eruit halen. Je neemt hier van ongeveer een centimeter of 6. Dit vind ik zelf het makkelijkst, omdat je dan een mooi lusje krijgt. Deze kern kan je gewoon afbreken. Het is gewoon loodmateriaal. Daarna schuif je de soepele buitenkern terug en kijk je tot in hoeverre die kan buigen. In dit geval is het punt wat je hier ziet. Daarna pak je de splicing needle. Deze open je en die steek je een klein stukje onder het buigpunt door de leader heen. Hier is wederom het punt waar de leader buigt en daar ga je dus zorgen dat hij naar buiten komt. Zo komt het er naar uit te zien. Daarna zorg je ervoor dat het lipje zo komt te staan, zodat je zo direct het uiteinde van de leader erin kan vastklemmen. Je pakt hierbij een gedeelte wat nog gevlochten is. Je knijpt hem langzaamaan dicht. Daarna hou je het gedeelte wat je gesplijst hebt vast tussen twee vingers naar binnen en maakt een draaiende beweging met je splicing needle. Je doet dit net zo lang totdat je geen pluisjes meer aan de bovenkant van de ingang ziet. Daar is hij al. Zodra je ziet dat er een deel aan de onderkant eruit komt, kan je hem enigszins nog stellen door aan het lusje te trekken. Maar je moet dan wel zorgen dat je het gedeelte wat opgekropen zit bij elkaar laat. Rek dit eenmaal uit, dan is er geen weg terug. Zoals nu hou ik hem vast, kan ik hem nog iets verstellen. Laat ik hem los, dan is de knoop klaar. Je ziet nu dat het materiaal waar je doorheen bent gegaan zich mede lang heeft gemaakt langs het stuk wat je teruggetrokken hebt. Hierbij knip je het laatste stukje overgebleven af. En in principe heb je dan één kant van de leader klaar. Je kan deze altijd nog even testen door een boilienaald of een handig aantrektangetje te gebruiken. Er doorheen stevig trekken en je ziet, dit zal nooit meer loskomen. Dit is de kant die je aan je hoofdlijn bevestigt. Dan gaan we terug naar de andere kant van de leader, waar we uiteraard het makkelijkst een wartel op willen hebben. We doen in principe weer hetzelfde. Je buigt het stukje wat je hebt omgebogen recht. Schuif de buitenmantel terug, zodat je de binnenkern kan pakken. En pak deze uiteraard weer voor 6 cm beter. De loodkern halen we eruit. We schuiven het geheel weer terug. En we kijken weer heel rustig waar die niet verder buigt. Hier is hij nog soepel en daar gaat hij buigen, dus daar begint de loodkern. We pakken weer de splicing needle, maken deze open, zoeken weer het juiste punt om erin te gaan, komen het stukje daarboven er weer uit, zorgen ervoor dat het haakje weer goed zit.
Dan komt het lastige gedeelte. Vaak wil dit gedeelte nog wel eens gaan pluizen. Knip hem daarom altijd eerst eventjes goed af. En zorg dan dat de wortel er doorheen gaat. Nu hebben we dit. In principe hou je het uiteinde vast. Als je dat niet doet, zal de wortel vallen. Je vormt deze weer terug in de splicing needle. Klik deze dicht. En we gaan weer een draaiende beweging maken om hem terug te krijgen in het gespleten gedeelte. Doe dit vooral niet te snel, want wanneer je dit te snel doet, wil het nog wel eens losschieten. Nu hebben we aan de andere kant een stukje er doorheen. Je kan dit nog enigszins aantrekken, waardoor je dus uiteraard weer je lusje kan stellen. Het liefst heb ik zelf de lus zo klein mogelijk, omdat er dan zo min mogelijk speelruimte komt. Dit is in principe mijn ideale lussituatie voor de wortel. Wederom trekken we hem eerst goed aan. En je ziet ook nu weer dat hij in principe geen kant op kan. Hierna knippen wij het laatste gedeelte weer weg. Je kan dit nog even een beetje wegstrijken met je vingers. En je hebt de leader.